het is nog goed weer ook, komt dat tegen. Maar goed, voor de mensen die de vorige vlog nog niet gezien hebben, ik zit er een aantal dagen in Disneyland. Het is mijn tweede dag vandaag. En, ik ben een beetje laat toegekomen, maar geen probleem. Het zal ook wel lukken. En er stond ook een melding dat het park vandaag uitverkocht is. Gisteren was dat niet het geval. En ik moet wel zeggen dat hier in de studio's, je merkt het wel, alhoewel ik denk dat veel mensen eerst naar de studio's komen voordat ze naar het gewone park gaan. Maar goed, ik heb nog niet hard gekeken naar de wachttijden. Ik zag daarnet wel bij Crush & Coasters iets meer dan 120 minuten staan. Veel te lang. Maar ik heb hier een afspraak, een tijd, laat het zo zeggen. Want ik ga gaan lunchen in het Ratatouille-restaurant. Dus ik heb een reservatie gemaakt. En ik ben daar eigenlijk wel benieuwd naar, dus ik ga daar nu naartoe. En ja, ik zal dan een keer tonen wat ik in mijn mond was tegen. Maar kijk, het is hier een beetje druk. Een beetje heel druk. En het is heel warm. Het valt nog. Maar kijk, tot straks. Het voorgerecht dat is er al reeds en ik had een slaatje besteld. Het ziet er heel lekker uit met een gepocheerd eitje, kan niet beter. En als abonnee krijg je ook een welkomstdrankje, dat is een soort van cocktail. Die heb ik er ook bij gekregen, altijd leuk, dus ik ga nu wel een beetje proeven. Ja, je hebt al niet gezien wat ik bestelde, wat hier is. Dus ja, smakelijk hé. Ziet er lekker uit. En ik ga er al eens aan beginnen ook zijn. Zo. Gedaan met eten. Wat ik ervan vond, wel, ik ga een keer zeggen, ik ga jullie niet in deze vlog zijn. Want ik heb daar de Vitanimo test uit van gemaakt. Dus we gaan een keer moeten kijken naar de Vitanimo test uit hier van het restaurant hier achter mij. Chibistro Jeremie. Wat ik ervan vond, ja, spannend hé. Ja, ik weet het, spannend is. Maar ik weet het wel, maar jullie niet. Dus we zijn benieuwd. Maar ik ga nog een ritje maken ondertussen op de attractie van Ratatouille. Want ik zie ondertussen dat de Single Riders maar 10 minuten zijn. Dat is ook altijd fijn om mee te nemen. En zeker om wat af te sluiten, het eten hier en het middagmaal en hetgene wat ik hier beleefd heb. Maar ik ga er niet te veel van zeggen, want ik zie jullie later wel. Yeah? Ja, ik ben net even naar die vertoning geweest van National Geographic. Eigenlijk een film van ongeveer een kwartier duurt. Nu, ik hoor jullie wel zeggen, ga je daarvoor naar Disney? Dat klopt, maar het was daar ongelooflijk lekkere airco. En op deze namiddagtemperatuur kan dat wel schelen. Maar kijk, ik ga nu het studiopark, Sintjes zijn verlaten en naar het andere park terug gaan. En ik zie jullie daar. Jo.
was de dagelijkse show, of de show die een paar keer hier met parade en show voor het kasteel te zien is, vandaag een aangepaste versie, gewoon een parade door de hitte. Want ik begrijp dat wel, want een keer in zo'n warm weer staan dansen en springen en huppelen, ik denk dat dat niet zo simpel is. Maar hoe? We gaan nog een beetje verder. Ik ben nog niet naar winkeltjes geweest. Ik ga dat nu een keer doen. Dus mispoes. Ik dacht eventjes te gaan kunnen afkoelen tijdens de Lion King show. Maar ja, die was volledig, ja, laat ons zeggen, uitverkocht, zat volledig vol. Dus moet ik toch nog de hitte trotseren. Nog een wandelingetje doen. En nu dan een bakje in de schaduw en een drankje. Lukt het ook wel, maar ik denk dat ik nu richting Pirates ga. Zodat het verkouden wil worden. Maar hoe? En hopelijk keert dat binnen. Dan mogen ze wel, hè. Te rijden en ja, het is 25 minuutjes wachten normaal gezien en het is in de schaduw tussen de bomen, dus een kwestie van afkoeling kan dat wel tellen. En hierna denk ik dat we een parade gaan doen als die er gaat zijn vanavond of deze namiddag. We zien wel, hé. Want dit.
dat is eigenlijk ook wel een aangepaste parade, omdat het ja, super warm is, maar morgen wordt het nog warmer. Dus ik weet niet wat ik morgen ga doen, maar dat zien we morgen wel. Ondertussen is de parade al een tijdje voorbij, heb ik hier wat verkoeling opgezocht in de schaduw om wat uit te rusten. Eventjes een namiddag dipje noemen ze dat of zo. Dus ik ga straks terug het park in, maar wat dat er mij opvalt, ik heb net op de app gekeken dat er eigenlijk s'avonds wel wat attracties al dicht zijn. De trein waar ik hier nu bij sta, die rijdt ook niet meer, is ook al toe. Gisteravond was die ook al toe. En er zijn nog een aantal dingen dat ik nu zag die al dicht waren. Ja, ik vind dat precies wel wat jammer. Maar goed, het gaat zo ook wel moeten gaan. Ik zie wel hoe lang ik hier nog ga blijven vanavond. Ik weet niet of ik terug de laatavond drone show zo ga halen. God, het is te zien, ik ben eigenlijk een beetje moe aan het worden terug. Maar goed, we zien wel verder. En ik zal het verder zijn, niet wat ik doe. Zullen jullie zijn om erin te springen als het warm weer? Nou, wel, het ziet er niet zo fris uit eigenlijk. Tours. Ik ga het opnieuw een keer wagen. Het is maar 15 minuten wachten. Maar ik herinner me van lang, lang geleden dat ik daar niet goed op werd. Dus twee opties. Oftewel was dat een eenmalig iets dat ik er niet goed van werd. Oftewel kon ik er echt niet goed van. Maar goed, ik ga het proberen. En één ding valt nu al op. En dat vind ik het super. Het is hier fris. Oh, zalig. Echt zalig. Ik ben terug op aarde en ik leef nog. Ja, ik vond het eigenlijk wel sava, ik vond het eigenlijk wel leuk. Maar inderdaad, dat schot en dat schudden en met die 3D-brilletje, dat viel me een frang. Ja, maar ik voel me nog goed, dus ik ben er niet misselijk van. Maar ik denk niet dat ik het met een volle maag moet doen, want het schudt en het beeft nogal veel. Maar eigenlijk wel leuk. Dus alweer een stapje verder. Ja, misschien ook een reden om af te koelen. Hier gewoon een keer in de kerstwinkel passeren voor het wintergevoel te hebben. Kan ook helpen, wie weet. Wat daar niet veel. Ja.
tijd voor Big Thunder Mountain. Ook wel niet lange wachttijden vandaag, maar nu is het een half uur en dan zie ik wel zitten. En s'avonds vind ik hem stiekem eigenlijk wel het leukst. Maar het is nog niet donker, in het donker vond ik hem top. Maar eigenlijk, Big Thunder Mountain roept. Ik wou onderuit filmen, ik haal mijn toestel uit. Best dat ik het eventjes wil testen, maar het komt tot de vaststelling dat mijn kaartje er niet in zit. Dus met dit toestel ga ik dan niet avontureren om onderuit te filmen. Ik zou hier aan nieuw moeten kopen, dus ja, helaas geen onderuit nu, maar ik kon er toch van genieten. Oeh, het is al donker. Dus een missie geslaagd, Big Thunder Mountain kunnen doen in het halfdonker. Maar dat vind ik leuk. Ik zat er nog heel van voor. Ik kan het niet herinneren dat ik nog van vooraan gezeten heb. Maar het is al bijna sleutertjes tijd. Nog een klein uurtje. En ik ga denk ik als laatste attractie van de dag Phantom Manor nog doen. Want die had ik nog niet gedaan. En ik zag nu juist dat er maar 5 minuutjes wachttijd staat. Dus joepie. J'ai d'inquiétants en bruit se font entendre tout autour. Where candlelights flicker, though the air is death and still. C'est que le fantôme des lieux se manifeste. Welcome, curious friends. It is so nice to have guests. Nous sommes ravis de vous accueillir, humbles mortels, dans ce mystérieux manoir. You may not believe it, but beauty once lived in this house. Phantom Manor a connu des jours heureux, mais les temps ont changé. And now, curious souls, come, I have more to show you. Ja, dat is beter. Ja, ik heb nog een lichtje gevonden. Ja, dat is wel fel. Ja, Phantom Manor daar, maar ik heb onderuit niet gefilmd, omdat er meestal donkere beelden zijn en dat je daar toch niet veel van ziet. Ik ga deze vlog hier afsluiten. De dag is ten einde. Morgen is er weer een dag, maar ik weet nog niet hoe laat ik naar het park ga komen. Want het gaat morgen nog 5 graden warmer zijn dan vandaag. Dus misschien kom ik wel gewoon tegen 's avonds of zo nog een keer. Dat weet ik nog niet, maar dat zien we morgen dan wel weer. Ik ga dit vlogje hier afsluiten en mogelijk zal je wel nog beelden zien van de droneshow. Ik ga proberen nog iets te filmen, maar ik zit er hier veel vlogs aan te kijken. Normaal denk ik dan. Maar kijk, vond je het een leuke vlog? Geef dan een duimpje, maar liefst in omhoog. Abonneer op dit kanaal mocht je dat nog niet gedaan hebben. En ik zie jullie graag terug in de volgende vlog. En wat dat zou zijn, dat weet ik nog niet. Mogelijk ga ik morgen ook een keer een dagje niet vloggen. Dat kan, dat weet ik niet. Maar dat zien we dan wel weer. Dus gewoon mijn kanaal in de gaten houden. En dan zie je de volgende vlog wel passeren. Allee, salut, jokes, bye bye, joe.